Welkom allen. Leuk dat u vandaag in zulke grote getalen bent gekomen voor de opening van ons mooie gebouw. Dan komt altijd het volgende probleem in Nederland. Als we een gebouw hebben, dan moet het ook betaald. Dus ja, toen kwamen we in een financieel vraagstukje. We konden gelukkig aansluiten bij een LEADER-traject. Dat is een financiële Europese ontwikkelsubsidie. Samen met de afslag en nog een lokaal visproject. En was er een stukje van de financiën gevonden. Verder hebben onze vrijwilligers 3000 uur vrijwilligersuren erin gestopt. Die waren ook allemaal nog weer wat geld waard. Hebben we een leuke donatie gehad van het Waddenfonds. We hebben een grote donatie gehad van een anonieme geefster. En heel veel bedrijven, instellingen en van alles heeft gratis of groot gesubsidieerd bijdragen en hulp verleend om dit te kunnen realiseren. Daarvoor uiteraard nog onze hartelijke dank, omdat het anders gewoon een kansloze missie was. Dan wou ik nogmaals alle vrijwilligers, personen en organisaties danken voor hun inspanningen die ze voor de bouw mogelijk gemaakt hebben van dit gebouw. Zonder dat was dat echt niet mogelijk geweest. Graag wou ik nog, ik weet dat ze er niet van houden, een speciaal woord van dank richten aan Tjerdo en Kees. Ik weet niet waar ze verstopt zitten. Zonder hun enorme kracht en motor die ze achter het geheel zijn geweest, hebben ze er echt voor gezorgd dat het project in goede banen is geleid en dat dit ook overeind is gekomen. En ik had vanochtend belde ik Tjerdo even om 9 uur en die zei, ja, ik ben al onderweg naar de haven, terwijl we hier om 11 uur zullen zijn. Oh, ik zie dat Kees er ook al is, dus ze hebben er nog steeds tijd voor. Dan wou ik tussendoor, om mijn stukje even af te sluiten, alvast aan onze burgemeester het eerste officiële boetertje in geschenkverpakking met napjes overhandigen en een stichting Helder Support. Dankjewel. En als eerste is er natuurlijk al heel wat gezegd, maar vind ik het ontzettend leuk dat jullie er allemaal zijn. Wij kwamen aanvaren en we waren wat snel. En toen hebben we nog een extra tochtje gemaakt, zo even buiten. En dan kom je hier aan en was echt die zei, er staan wel heel veel mensen. Ik zeg, en dat is ook goed. En dat hoort ook zo. Normaal zouden hier veel meer mensen zijn, want dit is de periode dat we de Flora Visserijdagen hebben. Maar door de corona is dat helaas dit jaar weer niet doorgegaan. Maar we hebben toch een beetje een klein alternatief. Dat we toch iets feestelijks mogen vieren vandaag. En ik sta ernaast. En ik herken een heleboel mensen die in de tussentijd dat dit gebouw is opgericht, ook met enige regelmaat zijn wezen kijken. En wij ook. Dus ik heb ook het in wording gezien en het bloed, zweet en tranen en de 3000 uur die ik hoorde die erin gestoken is, die heb ik ook gezien. En ik heb wel geen pet. Maar het applaus net, ze doen er allemaal heel bescheiden over de mannen en al die vrijwilligers die hier geholpen zijn. Maar dat is onterecht. Mijn petje af voor het doorzettingsvermogen, het handwerk en de handvaardigheid, het ambacht wat ze hier ten deel zijn of hier hebben laten zien. En ook de ideeën en de inspiratie die hebben geleid tot wat in de eerste toespraak natuurlijk gezegd is, alle activiteiten. En dat doen we natuurlijk om, en dat is zeg maar het start van Waddenpoort, dat is denk ik al een jaar of 10 geleden gestart. Waarin de gemeente met de partners hier in het dorp en rondom de haven gezegd, we moeten eigenlijk deze visserijhaven zodanig versterken dat we hier ook meer toeristen krijgen, dat de verbinding is met het dorp. Nou, de hele dijkverzwaring heeft natuurlijk ook gewoon impact erop gehad, maar als je ziet hoe het nu geworden is, dan denk ik daar dat we met z'n allen daar heel erg trots op mogen zijn. En als het gaat over de toeristen, dan komen die en die kunnen iets prachtigs zien, ook de historie hiervan. Ik vraag nogmaals een heel hard applaus voor al die mensen die hier tijd en uren in gestoken hebben. En ik roep jullie op om ook van deze werkplaats en alle activiteiten
groot succes te maken. Dus Hoort zegt het voort. En dan ga ik nu naar beneden om te kijken wat voor prachtige naam hierbij hoort. Hè? Ja. Van die schepen was om alles een beetje goed te houden ruim rum voorhanden. Dat kwam aan de wal, dat kwam in de boeten en in de barakken en werd verrijkt met lokale kruid. Nog gaat worden. Proost, de havengoed. But there's a light and there's a fire. The harbor key shines dimly on the shore. We can see steeples fire. Now we know we want to fight once more. Feeling young, feeling strong. And tonight came out right. Tomorrow could be wrong. We know we'll always want to be fighting the sea. Right.